De fractieleider van de coalitie, Aziz Kumar Gayadin, die stelt voor een waarborgsom voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2025. Een bedrag van SRD 1 miljoen. Nou, voor andere partijen zal dit heel moeilijk worden om op te brengen. Dat stelt DA91-voorzitter Angelique Del Castillo. En er zijn er nog heel wat adertjes onder het gras, zegt Del Castillo, die men nu in feite naar voren brengt om het alleen maar het te bemoeilijken voor andere politieke partijen. We spraken er met de DA91-voorzitter die als volgt hierop inging. Toen ik dat hoorde, gingen even mijn haren recht overeen staan. Want we doen juist landelijke evenredigheid om te zorgen dat de vernieuwing in de politiek een goede kans krijgt. En daardoor Suriname een kans krijgt voor doorbraak van die vicieuze cirkel. Weet je, van armoede en ellende, zoals wij dat noemen. Dat mensen kunnen gaan stemmen voor wat, weet je, een beter Suriname. Kunnen gaan kiezen voor betere kandidaten. En dan hoor je dit en dan lijkt het erop alsof men, dus aan de ene kant gaat het systeem, ze hebben geen keuze aan het systeem open te gooien, maar aan de andere kant probeert men hele hoge barrières op te trekken in het nadeel van de vernieuwing. Want iedereen weet dat partijen die vernieuwing en verandering voorstaan, veel principieler omgaan met hoe ze donaties accepteren, met hoe ze fondsen verwerven en dat over het algemeen niet ertoe leidt dat je hele hoge fondsen. Het zijn meestal partijen die de corruptie willen bestrijden, dus ze kunnen geen belangenvereniging van financierders worden. En vooral daar wij vanmorgen een brief hebben ingediend voor regelgeving, wetgeving op campagnefinanciering, waarin we trouwens ook de oproep hebben gedaan deze waarborgsom af te schaffen zolang er geen wet politieke financiering is. Want er is geen toezicht op hoe partijen aan dat geld komen. En als de staat een bedrag van de partijen eist, in feite faciliteert de staat dan dat partijen verworden tot bijna, je wil bijna zeggen, witwasmachines, plaatsen waar zwart geld, dus illegaal geld, zijn weg vindt. Want we stellen geen eisen, we moeten het geld hebben, want je moet meedoen. En aangezien er niet gekeken wordt waar het vandaan komt, het hoeft niet verantwoord te worden. Ook de donateurs hoeven niet te verantwoorden hoe ze aan het geld zijn gekomen. Wanneer je dit hoort, dan schrik je. En dat niet alleen, ook als je het in perspectief plaatst. Als je zegt van ja, je wil zorgen dat er geen wildgroei aan partijen plaatsvindt, dus je zegt er moet een toegangsprijs betaald worden om mee te doen. Dan zeg oké, we luisteren. Laat het redelijk blijven. Vorige verkiezingen hebben we rond de 100.000 moeten betalen. Toen al hadden we protest aangetekend vanwege het gebrek aan wet op politieke financiering. En nu zeg je 1 miljoen. 1 miljoen is 10 keer zoveel. Dat is 1. 2. 1 miljoen is nu omgerekend rond de 25.000 euro in een arm land. Een arm land waar de eerlijke politieke partijen zijn reflectie van dat arme in het land. De partijen met veel geld, we zien het in het bestuur van het land. Partijen die veel geld met geld smijten, we hebben het steeds gezien in het bestuur. Corruptie is aan de orde van de dag. Regelarij, friends and family. We willen daar vanaf. Toch? Dus wanneer je dan ziet 25.000 euro in een arm land, in Nederland geldt ook een waarborgfonds. Mensen gaan je zeggen, ja, in Nederland doen ze het ook. Weet hoeveel het in Nederland is? 11.000 euro voor een land dat een rijk land is, waar we weten dat er een traditie is dat de leden van de politieke partijen allemaal contributies betalen. Dus de partijen hebben een vast inkomen, plus krijgen de partijen financiering vanuit de staat om bepaalde diensten die ze als politieke partij moeten verlenen, zoals opleiden van bestuurders, campagnevoorbereiding, om die zaken te financieren daaruit. Al die faciliteiten zijn er en het bedrag is 11.000 euro. En dan praten we hier in het parlement vandaag, laten we het woord vallen, van 1 miljoen euro met aan de 25.000 euro. Dat is niets anders dan kwade bedoeling. Daar zit niets goeds in. Daar is geen bescherming van die samenleving. Wat daar is, is bescherming van het eng partij, politiek, family en friends belang. Dat we al jaren moeten ervaren van regeringen die bestaan uit partijen die met heel veel geld smijten. Dus ondanks alle goede bedoelingen die er zijn met de
wijziging van de kiesregeling, evenredigheidsstelsels, zien we dat men in feite nu de skeletons uit de kasten weghaalt. Nu komen de addertjes in het gras tevoorschijn. Toch, nu we naar het einde gaan van de bevestiging van de landelijke evenredigheid, nu worden de barrières opgetrokken om toch nog te proberen te zorgen dat er geen verandering komt, dat we blijven vastzitten in die vicieuze cirkel van armoede en ellende, van regelarij, van ontmoediging van de samenleving, van friends and family. Maar meneer Ganesh, ik kan u zeggen, wij hebben een strijd gestreden om op die landelijke evenredigheid te komen. We gaan dat eindpunt nou halen, hopelijk, met medeneming van enkele aanpassingen die mensen voorstellen. Maar ook deze addertjes in het gras roep ik de samenleving op om zich niet te laten ontmoedigen. Ook daarop gaan we als partijen strategieën uitzetten en we gaan met die samenleving samen ook dat stuk verslaan. Want Suriname heeft recht op een nieuwe kans. Suriname heeft recht op gezondheid in onze politiek voering. Toch? Bezems die gaan schoonvegen, die weg naar die nieuwe republiek. En wij Surinamers en burgers en kiezers die daar eindelijk nu een begin mee willen maken, laten ons door niets afschrikken. Ook niet door die 1 miljoen SRD. En zijn er nog andere zaken, mevrouw Del Castillo, want u woont de vergaderingen bij, de openbare vergaderingen bij. Zijn er nog andere zaken die uw wenkbrauwen doen fronsen, andere voorstellen die tot heden zijn gedaan? Nou, er zijn zaken die zeker stof tot nadenken geven. Er is een discussie geweest over mobieltjes in de stemlokalen. Ik hoor er nu niemand meer over praten. Dat wil zeggen dat men het waarschijnlijk zo blauw-blauw gaat laten, zoals men zegt, wat niet goed is. Ik heb een kleine toets online onder andere gedaan. En ik heb gemerkt dat de meeste Surinamers zeggen, het moet niet toegestaan zijn. Omdat we geheime verkiezingen moeten hebben, omdat we rekening houden met de cultuur die we hier al kennen. Dat mensen geld krijgen voor het uitbrengen van hun stem en dat we dus moeten zorgen dat er geen mobieltjes in de stemhokjes worden toegestaan. Er was eerder sprake geweest dat mensen overwegen mogelijk een wetgeving, regelgeving. Ik hoor er jammer genoeg niets meer van, dus we gaan daar ook weer over praten. Maar daarnaast hoor ik net het assembleelid Canapé breekt een lans dat mensen uit het binnenland buiten hun woongebied mogen stemmen. Dit is eerder aan de orde geweest, ook bij de vorige debatten. En ik meen dat er al enige ideeën waren. Mij bekruipt het gevoel dat de poging is om zo breed mogelijke standaarden te hebben, het zo open mogelijk te gooien. Daar ben ik zeker geen voorstander van. Ik kan me wel terugvinden in het feit, wetend hoe centralistisch ons land is, dat alles in Paramaribo is, dat als er mensen zijn die voor hun gezondheid in Paramaribo moeten blijven, of voor hun werk, of anderszins zaken die niet binnen hun eigen beheer liggen, toch waar ze niet echt een keus in hebben, dat die mensen daadwerkelijk via tijdige registratie buiten hun woongebied zouden moeten kunnen stemmen. Maar ik ben geen voorstander van emotionele redenen. Toch? Want iemand bijvoorbeeld zegt, ja, ik wil per se ik ben geregistreerd ergens in een dorp in Sipaliwini. Is mijn woonadres, maar daar woont mijn hele familie, dus ik wil me niet overschrijven naar Paramaribo. Maar ik woon wel in Paramaribo. Dat ik vind van, elke keuze heeft consequenties, we moeten ons volk uiteindelijk opvoeden. Maar daar waar de burger daadwerkelijk er niets aan kan doen, zeggen dat het misschien ook aan een uitkering gebonden is. De persoon die van uitkering, die als hij vanuit zijn woongebied verhuist naar hier, hij die niet meer heeft. Toch, als hij officiële verhuizing doet, dan zeg ik, ja, het heeft te maken met zijn inkomen, dan zullen we daar. Maar alle andere zaken die gewoon binnen een persoonlijke keus liggen, dan vind ik, dan moeten we onze mensen zeggen, ja, weet je, dat is jouw keus. Het is net als wanneer jij ingeschreven bent aan de Domineestraat, maar je woont eigenlijk helemaal achter op Latour. Dan ga je hier in de stad moeten komen stemmen. Dan kan je onmogelijk een bon indienen bij financiën voor je benzine dat je naar de stad moest rijden. Toch? Dat is jouw keus. Jij wil je die niet overschrijven. Dus ik vind dat we dus wat dat betreft, maar sowieso ben ik wel gevoelig van die reden die onomkeerbaar zijn voor de mensen. Voor die reden zou ik wel voorstander zijn dat we een uitzondering maken. Maar juist bij landelijke evenredigheid wordt dat toch uitgesloten? Nee, maar het gaat om de resorten.
Het gaat om de resorten. Want je moet voor een andere resort stemmen, toch? Dan waar je woont. Dan waar je dus nu woont. Dus waar je ingeschreven staat in dat resort. En behalve dat, er moet ook orde op de stembureaus zijn. Dus je kan je niet overal aanmelden omdat het landelijke evenredigheid is. Je gaat nog steeds via de kiezerslijst. Gaat nog steeds per resort worden opgesteld. En dan verwachten die stembureaus de mensen die in die resorten ingeschreven zijn. Dus als nou 100 mensen uit dat resort in een resort in Paramaribo gaan stemmen, moeten de stembureaus in Paramaribo daarop zijn uitgerust, zoveel stembiljetten extra hebben en die mogelijkerwijs ook een resort stembiljet, zodat ze daarop kunnen stemmen. Dus het vraagt toch wel wat organisatie. En vandaar dat je tijdig die registratie zou moeten doen. Ja. Maar met al deze addertjes, zoals u het zegt, mevrouw de Castillo, om bij uw woorden te blijven, is het nog altijd dan wat het volk wil? Want nu lijkt het wat de politieke partijen die samenleving nu opleggen of opdringen. Ja, dus daar moeten we erg voor waken en daar roep ik die samenleving ook voor op. We moeten echt waken dat datgene dat we met heel veel enthousiasme naar voren hebben gebracht, om de politiek dichter bij de mensen te brengen en om de samenleving een kans te geven tot regelmatige opschoning van het systeem, want het is niet alleen nu, het gaat voortgaan, toch? Opschoning van het systeem massaal, vanuit waar, ongeacht waar je woont, dat nu niet innig, zoals we het in Engels zeggen, gehijacked, gegijzeld wordt door de zittende politieke partijen die een groot belang te verdedigen hebben, behoud van die stoelen en rekening houdend met het beleid dat gevoerd is, de grote ontevredenheid die er heerst, verwachten dat ze dus een klap gaan krijgen, nu proberen om die klap voor zichzelf te verzachten en de samenleving hun kans op vernieuwing te ontnemen.